Het is vandaag weer tijd voor onze volgende SDN-cast nummer 53. Het is 9 juni met vandaag Marcel Meijer en ikzelf, Maarten van Stam. Nou, dat was de eerste misser alweer. Goedenavond, hoezo? Wat misser? De tune kwam er doorin, dat was toch goed? Ja, ik ging heel goed. Het is allemaal nog nooit goed gegaan, dus... Ja. Hoe is het? Bij versie 120 dan komen, kunnen we het echt zonder fouten. We zitten nu op 453. Dus dan moeten we... Nou, dan hebben we er nog 70 te gaan of zo. Dus ik... We zitten nog in het begin, hè? We zitten nog in de beginperiode. Hoe noem je dat bij een start-up ook weer? Ja, start-up problemen. Ja, hoe is het? Goed. Weekend, bijna weekend. En er was veel nieuws vanuit het Apple-front, zag ik, van de week. Ja, allemaal weer... Mooi spul allemaal. Ik had aantekeningen gemaakt. Waar zijn ze? WatchOS, macOS, Mac upgrades, MacBook upgrades, iOS, Artificial Intelligence, een speaker, de HomePod. Wat een naam. Een bloempot, maar een HomePod. Ja, de HomePod. Maar goed. Je moet toch wat bedenken als je de vierde bent, hè, met die dingen. Wat hadden we al? We hadden de Alexa. Ja. Oh. Ja, Alexis, Google Home. Google Home. En we hebben, maar Cortana hebben we nog niet, hè? Die hebben ze wel al laten zien, hè? Want deze hebben we ook nog niet. De HomePod hebben we ook nog niet. Nee, komt ook aan het einde van het jaar. Maar hij is ook anders gepublished, hè? Hij is anders neergezet. Ik bedoel, het is een luidspreker en niet per se een Siri-ding. Dus hij is anders dan Alexa en Google Home. Want die zijn in beginsel digital assistants. En second zijn ze dan nog eens een keertje luidspreker. Maar de hoe heet dat ding ook alweer? De HomePod is in eerste instantie een perfecte speaker. En daarnaast een digital assistant. Meer voor je iTunes dan? Uiteindelijk, ja. Daar is die voor. Nou, nee, niet voor iTunes. Voor Apple Music. iTunes kwam bij Windows, hè? Windows Store. Ja, nou ja, iTunes. Daar hebben ze trouwens niks over gezegd. Dat, ja. Het was wel andersom. Dat Apple aankondigde dat Amazon... Ja. In de Prime. Store. Prime Video, ja. Dat in hun... op een Apple TV kwam. Of ja, Apple TV. Nee. Mooi spul. Rare mededelingen. Maar inderdaad, over die iTunes in de Windows Store hebben ze niks. Volgens mij zegt ze sowieso per definitie niks over Windows. Nee. Anders dan dat ze een hele foute vergelijking deden met een opgesmokte Windows PC ten opzichte van de MacBook Pro, was dat? Nee, niet de MacBook Pro, maar de Mac Pro. Dat... Hadden ze dan een foute vergelijkingen? Ja. Wat? Staat ergens op mijn Twitter-tijdlijn. Ik heb het ook nog geroepen. Ja. Hier, appels met peren te vergelijken. Ja, aan de andere kant. Microsoft heeft dat ook een tijdje gedaan. Hè, op die manier. Om op die manier te doen. Of dat product wat zij brachten meekwamen. Dat zoveel beter zou zijn. En ja, slecht is het niet. Maar beter. Ja. Dat is. Oh ja, en zij waren ook de enige die hun HomePod vergeleken met Sonos. Ja, ze durfden in ieder geval de vergelijking aan. Maar dat moet ik haast wel. Want met de prijs van, wat was het, $350, meen ik? Ja, maar dat kost die Amazon Echo ook. Nee, goedkoper hoor. $2,99 dacht ik. Nou, €300 of dollar. Nee, poepoe. $50 meer, man. Ik heb het meegenomen. Die
was $50. Oh ja, ja, ja. Nee, maar daarom hebben ze het ook anders gepositioneerd. Het is in eerste instantie een super duper luidspreker met spatial sound en wat anders nog meer. Directional sound. En je kon het instellen op verschillende manieren. Je kon delen van de muziek op een andere manier laten horen of laten weer kaatsen. Ja, maar ook als je kijkt naar dat ding, ze hebben de speakers ingebouwd, zeg maar, in die Apple server, of wat was het ook weer? Ja, de Mac Pro. Die is in de vorm ge... Ja, en aan de onderkant zitten dan een array van 5 of 6 luidsprekers. En aan de bovenkant zit dan de subwoofer. Ja, en als je dan aan de bovenkant kijkt, dan heb je een plaatje bij zich van de bovenkant. En daar zit er zo'n mooi, zo'n mooi gekleurd dingetje op. Ja. Een beetje à la Google Home, moest ik een beetje aan denken. Die doen met stipjes en zij doen het met een kleurenwolkje. Nee, want dat is het Siri-logo. Oh, is dat het Siri-logo? Ja. Nee, net als je op je Google Home, dat zijn geen stipjes, dat zijn de Google-stipjes. Amazon dat dan weer. En Amazon heeft dat niet. Die heeft niet iets frames. Jawel, wel. Want de Echo die heeft een rand dat ding zitten. Ja, oké. Zo. Ja. Dat ding gaat spinnen. En als je hem aan de stroom zet, dan wordt hij eerst rood. En dan als hij connectie krijgt, gaat hij roepen dat hij actief is geworden. En dan wordt hij ook groen. Oké. Okay. Dan daarna, dus als je Alexa roept, bij allerlei huiskamers gaan nu iedere keer zijn ding weer aan. Alexa! En dan gaat ze die ring, gaat de regenboogkleurtjes, gaat die ronddraaien. Oké, okay. Nee. Nou, dat heb ik. Ja, het vervelende van de Alexa-ding is dat je die wel in Europa kunt gebruiken, maar dan moet je een Amerikaans account of een Engels account hebben, volgens mij. Er is nog geen echt Europees account wat werkt. Ja, overigens wordt die wel verkocht in Duitsland. Dat dan weer wel. Ja, via de Amazon-site kan je hem wel krijgen. Ja, maar niet in Nederland. Erg goed. Ook als je tegen het ding fluistert. Maar Nederlandstalig is gewoon niet bij, hè? Nee. Dat zou met Siri waarschijnlijk beter gaan, want die doet het op de iPhone wel goed in het Nederlands. Dat is ook wat ze tijdens de keynote of tijdens de keynote zeiden. Het komt in veel meer talen dan ieder ander apparaat. Dat was het opmerking. Wat nou naast Cortana ook zeiden? Ja, Cortana is... ik denk dat ze daar ook wel van geleerd hebben. Want als je kijkt, de eerste keer dat de Surface Book kwam, was die ook maar in 2 landen verkrijgbaar. En de nieuwe Surface Book is toch in veel meer landen beschikbaar dan voorheen. En de studio is ook nu beschikbaar in Nederland. Of komt in deze maand beschikbaar in Nederland. Nou, ik moet zeggen dat de gangbare devices zoals de Surfaces en de Surface Studio dan en dat soort dingen, dat ze wel steeds sneller maar goed, de taalondersteuning is nog wel een gevoelig puntje. Ja, dat dan nog wel. Dat dan weer wel. Dan over de studio. Dan hebben we ook nog de aankondiging van Apple die daar weer tegenover is gezet. Dat is eigenlijk de iMac Pro, de nieuwe versie. Die was niet echt goedkoop. Nee, maar... We dachten dat de Surface Studio duur was. Deze kan nog duur, hè? Ja, ah, daar zegt ze dan wel weer in. Er zit dan wel een... 18 core, hè? Ja, upgradable to 18 core, ja. Ja, dat betekent dat je als je hem wil aanschaffen, dan moet je kiezen 8, 10 of 18. En anders is die niet meer upgradable. Ja, want alles zit op plak. Ja. En als je dan 18 cores kiest en je kiest voor 4 terabyte en weet ik veel hoeveel meer... dan ben je wel de hoofdprijs kwijt. $5,000 gaat het ook niet halen dan. Nee. Eerst een 10 gigabit gigabyte ethernet-verbinding. Oh ja, en dat kwam pas aan het einde van het jaar. Dat was het.
Nou is dat wel wat lastig, denk ik, want de meeste mensen die hebben bijna geen bedraden kabels meer liggen. Ik wel toevallig. Ja, ik ook. Ik lig hier nu aan mijn laptop, mijn MacBook ligt nu aan de kabel. Had je een gigabyte kabel liggen? Nee, ik denk niet dat het 10 gigabyte is. Ik heb een kat, wat is het? Kat 6 of 7e of zo, wat is het? Nou, ik kat 5. Die, zelfs die gaan officieel niet tot 10 gigabyte. Dus het is ook wel een heel leuk gegeven dat ze dat erin stoppen. Maar dan, dat gaan ze meestal, als je niet in een enterprise-omgeving zit met een volledige bekabeling 10 gigabyte, dan. Maar je kunt ze niet ontnemen dat ze wel heel bold zijn in hun uitspraken en in hun nieuwe technologieën. Ik bedoel, zij omarmen USB-C of als geen ander. En dus nu ook een 10 gigabyte of gigabit Ethernet-verbinding. Ik bedoel, dat doen ze dan toch maar weer wel. Anders dan anderen. Anders dan Microsoft die een nieuwe service boek uitbrengt en een nieuwe Surface laptop uitbrengt waar geen USB-C connector op zit. Want ja, er is nog geen markt voor. Het is wel een ouderwets wedstrijdje verpissen. Uiteraard, maar uiteindelijk komt het goed. Wat stond er nog meer op die site? Want er was wel. Dat was de samenvatting van de site, hoor, van de keynote. Dat was de site van The Verge in dit geval. En die ja. 8 aankondigingen van. Ja, laten we die eens langzaam doorlopen. Dus de HomePod hebben we gehad, de MacBook Pro, iMac Pro. Ik wil nu nog even NVIDIA Oslo langskomen. Ja. Komen we later op terug. iOS. iOS, ja, 11. Een nog mooiere stem en ook een mannelijke stem kan je nu kiezen. Ja, wat dat niet kost, mijn stem op een iPhone. Kijken wat een belangrijk, tenminste, dat vond een belangrijke aankondiging, was de car mode. Hè? Ja. Zodra die in de gaten krijgt van, nou, je loopt wel heel erg snel. Ja, dan. Nou, hier zit een auto. En dan kreeg je een zwarte user interface. Geweldig, een zwart scherm. Met veel poeha werd dat op de Ja, ik vond dat wel grappig. Er zaten wel een paar grappige kwinkslagen in die hele keynote. Ik had het ook getweet, dat is voor het eerst, tenminste voor het eerst. Ik vond dat ze erg grappig waren in een presentatie. Ze zijn grappiger dan hun Siri met de mappen. En, maar een van de dingen was wel dat car mode, als je nou als bijrijder in die auto zit, dan krijg je datzelfde probleem. Maar je kan het wel overroelen. Ja. Kan je met een knopje kan je dat weer terugzetten in zijn gewone stand. Maar waar ik dan wel een beetje bang voor ben, is dat jij als bestuurder gaat het ook gewoon doen. Je gaat ook gewoon de knopje krijgen. Ja, maar je kunt een technologiebedrijf kun je niet verantwoordelijk maken voor de domheid van een persoon. Nee, het is hetzelfde als op mijn navigatie. Als ik mijn map indruk, dan krijg ik ook altijd een drukknop eerst van weet u wel dat u voor eigen risico dit ding gebruikt nu. Precies. En die map van jou zegt waarschijnlijk ook van meneer Van Stam, u mag hier maar 30 en u mag hier maar 80 en u mag hier maar 100. En luister jij daar altijd naar? Mijn oude auto die. Oh, die doet het nog niet. Ik ga het inleveren, dus dan mag ik weer meedoen. Maar goed, die zeggen ook, je moet hier een bepaalde snelheid rijden, of je mag hier op bepaalde snelheid rijden, daar hoef je ook niet aan te houden. Dus is dat dan de schuld van de technologie, of is het dan de schuld van de gebruiker? Nee, het is wat van de gebruiker natuurlijk. Wapens doden geen mensen, maar mensen doden mensen. Misbruiken die dingen. Is het weer de payments? Hebben ze nog wat mee te veranderen? Ja. Ja, je kunt nu via een sms'je betalen.
Natuurlijk, want in Nederland, ja. Via Apple Pay dan? Want het openbaar vervoer, die ondersteunt de iPhone niet, hè? Nee, want dat kan niet, want die heeft geen NFC-chip. Ja, die hebben de neer... in de box is, maar dan heel anders. Ja. Beacon of zo. Ja, dat kan wel. Speciaal voor winkels. Nou, wordt die ook niet gebruikt. Nou, is Improved Speeches, dat is dus die man die erbij is gekomen. Doe nog de Disturb. Ja. De maps waren aangepast. Het delen van muziek, wat je vrienden allemaal delen. Wat ja, spot. Kon je ook. Heel enthousiast meegekomen was. Aan alle kanten is afgestraft omdat ze daarmee de privacy dingen, regels overschreden hebben. Die hebben dat toen allemaal teruggedraaid. Nu kan je het optioneel kan je het allemaal nog doen. Ja, ja. Dat is dus nu als feature bij Apple aangekomen. Ik ben benieuwd. Maar als Apple het doet, dan mag het, hè? Ja, dan you don't have to be first, you have to be better. Stores geredesigned. Ja. Nog mooier uit. Ja, ik vraag me alleen af of op een klein schermpje als een iPhone, of het dan echt zoveel beter werkt. Maar... Ja, en hoe vaak kom je daar nou? Met de progressive web apps is het waarschijnlijk toch de trend dat we een beetje uit store weg gaan. Nou ja, voor hele specifieke apps heb je waarschijnlijk, of hele specifieke toepassingen heb je apps. En waar je gebruik maakt van de sensoren in het device, dan zou je kiezen voor een app. Maar goed, tegenwoordig met HTML5 enzovoorts en dat soort tools, heb je het ook al bijna niet meer nodig. Dus ja, het is maar de vraag in hoeverre het nodig is. Webapps zijn met name bedoeld voor gratis dingen. Maar als je echt een applicatie hebt waar je toch wel wat vergoeding voor wilt krijgen. Ja. Dan is dat via een store kan. Ja, het nadeel van een store is wel dat de update tijd altijd anders is. Hè? Ja, en 30% inleveren bij de baas. Ja, ook dat nog, ja. En de maps waren veranderd, de foto-app was veranderd. Even vlug, hè, want dat staat niet in jouw 8 items, denk ik. Immersive apps van de AR-kit. Ja. Dat was het. Eigenlijk komen ze nu heel snel, of heel snel, eigenlijk heel langzaam, komen ze ook met hun AR-schermpje. Nou was dat makkelijk, hè? Want ze hebben iets aan iemand overgekocht die dan een deel van die AR-kit al had liggen. Ja. Gechargeerd. Plus dat ze niet iets hebben bedacht van een ding voor je ogen, maar dat ze het gewoon door de telefoon doen. En dat kon al heel vroeger. Ja. De Windows Phone op zo'n desk, dat je zo voor je hield, dan kon je zien waar de winkels zaten. Ja, Bluff had dat op zijn cd. Als je een bepaalde cd van Bluff liet zien. Ja, dan kreeg je een torentje uit de cd. Ja, en dan dan speelde de band op de cd-hoes. Was ook een tijdje geleden ondertussen. Ja, dat is alweer een poosje. Ja. Dat was hot 10 jaar terug. Nee, 5 jaar terug. Ja, dus ze gaan er ook aan meedoen. Nou, dan hebben we nog de Surface Killer, hè? De iPad Pro. iPad Pro. Ja. Met de iPad verkopen de laatste jaren nogal slecht is gegaan. Hij was 20% groter, maar dat betekent alleen dat schermpje groter werd, niet het device zelf. Dat was wel weer goed. Maar het probleem met de iPads is een beetje dat de mensen die zo'n ding hebben liggen, dat ding gaat niet stuk, hè? Nee. Dus die mensen gaan ook geen nieuwe kopen. Het raakt alleen maar obsolete. Want hele oude versies kun je dan niet meer upgraden naar de nieuwe versie van iOS. Ja, want we hebben een aantal zelfs met de telefoons. iOS, even terug naar iOS 11. Daar vallen weer een aantal van die dingen vallen ook af. Ik geloof dat de iPhone 5 afvalt nu.
4 en 3 vast dan ook wel. Onderaan de laag wordt het niet meer geüpdate. Ja, ook dat is natuurlijk een beetje begrijpelijk, want het is een het is toch voor de oude hardware. En als je kijkt naar Android, die wordt bijna nergens geüpdate. Als je een telefoon op Android koopt, dan loop je bijna nooit mee met je updates. Behalve als je een Samsung hebt. Of als je een bare metal ding hebt. Dan wel. Die Nexus. One telefoons. Ja. Of de Nexus van Microsoft, van Google zelf. Dan loop je wel mee in de pas. Ja. En ik zit nu met een dilemma dat ik mijn telefoon... Ja, je hebt hem stuk gemaakt, hè? Goed. Van wat zal ik nou eens doen? Nou, niet met het ding, maar met mijn budget. Ja. Ga nou een Pixel voor nemen of een... Pixel is ook alweer af, toch? 8 of een S8 Plus. Ja. Die S8 Plus heb ik wel in mijn handen gehad, maar ik vind het een beetje een raar formaat. Hij is een beetje, niet... Anders, hè, dan je 1520. S8 is al vrij lang. Voor je gevoel. Dat hij ook een beetje rond de bochten gaat. En S8 Plus is dan nog langer. Ja. Ik weet niet of er veel content voor is die daar gebruik van maakt. Nog niet, maar dat komt vast. En ik kom straks nog even op terug, want... Filmpjes. Bij je Windows... Ja. Ja, eerst nog even door met de aankondiging nog, met iOS, met de WatchOS 4. Ja. Nog gezichtjes, hè? En je kunt nu kiezen voor Woody en... Precies, een toppenbare Mickey Mouse en Minnie Mouse. Ja. Bij Woody en hoe heet die ook weer? Jesse. Buzz Lightyear. En Buzz Lightyear. Klimmen dan uit je horloge als je die kiest. Hey, het is wel erg dat wij die kinderfilm ook uit het hoofd kennen. Dat zegt iets over ons. En door. Ja, leuk, maar die kan ik eens uit je telefoon. Het leek me wel wat lastig om de tijd daar mee te zien. Ja. Redelijk herkenbaar, hè? Die armpjes die de uren en de minuten aanwijzen. Bij je Bus en Woody... had ik daar toch wat moeite mee? Ja, maar wat daar vooral de grote gimmick was, dat als je dan je telefoon of je horloge draaide, dan kwam die anders naar voren. Dan deed Woody deed iets of Jesse deed iets. En dat was elke keer iets anders. Dat was wel grappig. Ja, en dan gaat Woody gaat of de Bus gaat dan zeggen van achter de sterren en nog veel verder en zo. Ja, en als je dat 6 keer gezien hebt, dan. Hebben ze allemaal al gezien, denk ik. Ja, maar dit is het hoog gadget gehalte. Met jouw Star Tours heb je wel 6 verschillende entries, maar als je die een keer gehad hebt, dan heb je ze gezien. Dan heb je ze gezien, ja. En dan het hele jaar zo'n klauterende Woody op je telefoon. Ga je kijken. Wat we nog gemist hebben, want iOS, daar was ook de taskbar veranderd, hè? En op de MacBook... En nee, op de iPad Pro, daar kon je nu gebruik maken van drag and drop. Ja, en split. En multiselect. Ja. Die split views, die werden vroeger heel hard om gelachen door Apple. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we toch doen. Kijk daar. Daar is de koffie. Klap je wel naar groene scherm. Oh, en een koekje. Een cake. Nou, of donders. Ja. Nou, eet smakelijk. Ja, nou, waar is die van mij? Maar dat was nou drag and drop en dat split view was er inderdaad. Maar dat split view was was wel iets beter dan dat ze dat eerder geïmplementeerd hadden. Hè? Want ja. je kon het nu over je apps heen hebben. Ja, het wordt een beetje Windows-achtig, hè? Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Nee, dat mag je niet zeggen.
Staat hier, oh, ik wou zeggen, dat moet ik even delen dan weer. Natuurlijk. Staat hier ook, iOS 11 voor iPads brings Windows S multitasking abilities. Ja. Kijk wat er gebeurt. Oh, ik ga een filmpje krijgen. Kijk, hier is de taskbar. Ja, die was wel mooi. Dat was wel mooi geworden. Dat is eerder uitgelekt. Oh, dit nieuwe filesysteem, hè? Dat moeten we ook nog even noemen. Ja. Ja. Ik kan nu... maar dat is ook zoiets waar vroeger om gelachen werd. Dat je bij de bestanden kan van het apparaat. Ja, maar er zijn twee verschillende. Je hebt die file-app. Dat is wat je op je iPad en op je iPhone kunt draaien. Maar de MacBook of de Mac, die had een nieuw filesysteem gekregen. Ze hadden nu het Apple filesysteem of zo. Ja, het APFS. APFS, ja. Er werd heel druk getwitterd dat AFS, maar het is APFS. APFS, ja. Apple. File system. En... maar goed, je kan dus, als het goed is, kan je dus ook gewoon bij de bestanden komen nu. Nee. Helemaal van het besturingssysteem. Nee, dat niet. Daar kon je niet komen. Niet stuk mogen maken. Nee. Nou, dan de pencil was ook nog een betere integratie van de pencil in het systeem. Ja, wat wel een coole gadget was, is dat die pencil 20 milliseconden heeft qua latency, hè? En dat is wel heel, heel, heel erg snel. Net weer iets sneller dan de nieuwe pencil van de pen. Pen. Pencil is van Apple. Stylus is van Apple. Wat was er weer? Nee, pen is van Apple. Pen. En de stylus is van... Pencil is Apple en stylus is Windows. Pencil. Ja. De integratie hier met de... tappen op de lockscreen, open ze op de iPad to the Notes app. Nou, dat deed Microsoft, dat kan met zijn knopje op de achterkant. Als je op de achterkant een knopje drukte, dan werd je OneNote gestart. Precies. Dus we zitten weer in de wedstrijd verpies. Jawel. Nou, iOS expected release sometime this fall. Maar je kan er als developer kan je al erbij, dacht ik. Ja. En als beta gebruiker kan je er ook binnenkort bij. Lid worden van de developer club van Apple. Dat moet je wel doen, hè? Ben je dat niet? Jawel. Oh. Maar anders mag je er niet bij. Nou, genoeg voor WWDC? Nou, moeten we nog noemen dat ze wel heel erg origineel waren in hun nieuwe macOS versie? Naam? Welke optie? Hij heet, de huidige macOS heet macOS Sierra. En hoe heet dan de nieuwe versie? Ja. macOS High Sierra. Ja. Geweldig. Maar ik vond wel dat ze dat cool aankondigden. In de zin van, er zat behoorlijk wat zelfspot in. Dat was wel cool. Maar dat was ook een beetje ter aanvulling op de dosis humor die er deze keer in zat. Ja. En is het je opgevallen dat ze heel vaak riepen machine learning dit, machine learning zus, machine learning zo? Ja. Bijna ieder onderdeel van ieder product zat wel iets met machine learning. Ja, toch. Als je me nou vraagt van, ja, noem eens wat voorbeelden dan van waar dat dan in gebruikt werd. Siri had dat. Ja, maar goed, dat zeiden ze natuurlijk al eerder, hè? Dus in Siri zit het, in de foto-app zat het. Waar zat het nog meer? In het VR-gedeelte zat het. En dat was ook wel weer cool. Daar gebruikten ze Steam VR, Unity en Unreal. Dat was dubbel. Of heel veel meer. Unity ook op Apple zitten. En de Unreal Engine. Mm-hmm. Voor de ja, dat is eigenlijk de game engine is dat. Die gebruiken ik. Dus ja, Unity ook. In de AR-omgeving. Ja. Maar het is dan eigenlijk weer onderdeel van dat ding wat ze al gekocht hebben.
dat denk ik. Maak je daar waarschijnlijk gebruik van. Maar goed, er waren heel veel mooie nieuwe dingen. Ja, ik moet nog wel even zeggen dat ik toch vond dat er weinig developer nieuws in zat in deze developer conference keynote. Ja, er zat weinig in over Xcode en over wat er nog meer kwam. Nou, eigenlijk weinig. Jij kan weinig herinneren van, nou, nu is de developer aan de beurt. Nee, er werden een aantal keren wel geroepen van deze nieuwe feature is ook beschikbaar vanuit je development omgeving. Of daar kun je van tegenaan developen. Een aantal API's werden af en toe eens genoemd. Ja. API dan. Maar voor de rest, het waren er over het algemeen de consumer demo's. Meestal wel. Eerlijkheid half toegeven dat Microsoft die klacht ook heeft gekregen bij Build. Dat ze erg veel consumer dingen lieten zien. Ja. De argumentatie daarbij was toen dat ze zei, ja, maar we moeten toch kunnen laten zien wat we ermee kunnen bouwen. En dat is natuurlijk wel een beetje een punt. Maar datzelfde punt kan Apple natuurlijk ook maken. Ja, maar goed. Als ze wel heel veel over Xcode hadden verteld, dan hadden ze waarschijnlijk ook een deel van de mensen gewoon kwijtgeraakt. En in hun sessies hebben ze dat vast wel gedaan. Daar kan ik me niks bij voorstellen dat ze dat niet zouden doen. Nou, je ziet natuurlijk een beetje, toch wel een beetje de trend, is wat in de keynotes eigenlijk de grote nieuwsitems doen. Hè? Dus ook voor de consumenten te volgen nieuws. Precies. Ook een aantal hardware dingetjes. Of dingen eigenlijk in dit geval. Behoorlijke upgrades. Ja. En dat we dan in de sessies die erna komen, of zelfs in de recorded sessies, als ze het niet in de sessies hebben gedaan, om die dan weer uit te diepen, zodat je die later weer kan bekijken als developer zijn. Ja. Overigens hadden ze dat ook wel leuk gedaan, hè? Want voor de keynote hadden ze sessies met name als van, dat gaan we dan vertellen, maar dit wordt aangekondigd hier en deze sessie gaat over bleep. Dat is van die indie-icoontjes. Ja. Neergezet. Daar kwam ook weer heel veel commentaar op. Ja. Ze vonden dat Apple eigenlijk vroeg hun indie-mensen toch wel had laten vallen. En dat ze er niet eens mee terugkomen. Maar het was volgens mij hetzelfde een beetje de categorie humor en toch wel een beetje lichtvoetig themaatje. Ja, en terecht. Wel leuk. Vorige week kreeg ik heel vaak de klacht van dat ze van die fake familie dingetjes lieten zien. Van mijn vader deed dit en bla bla bla. En nu was het toch wel wat lichtvoetiger. Het lijkt alsof er een ander marketingteam opgezet is. Ze zijn er iets lichter mee omgegaan, dat klopt, ja. Maar het verhaal is nog steeds hetzelfde zoals Steve Jobs dat ooit gestart is, vind ik. Nou, er zitten ongeveer 40 minuten in WWDC, dus moet ik maar even... Laten we het hierbij laten. Wat voor nieuws hebben we nog meer, Maarten? We nog een stukje SharePoint nieuws. Oeh, bestaat dat nog? SharePoint framework. Ja. bestaat dat nog? Wat ze een beetje gedaan hebben is dat ze hun web dingen aan het aanpassen zijn. Je kan de SharePoint site kan je uitbreiden met dingen in de command bar. Dus, en de command bar is dan zeg maar hoe noem je dat nou eigenlijk? Hoe kan je dat nou goed noemen? Ik weet niet wat je wil zeggen. Misschien moet ik gewoon mijn blogpost erbij pakken. Even die opzoeken. Maar het heeft er alles mee te maken, ik zeg wel heel cru van, wordt dat nog gebruikt, SharePoint, maar het heeft er alles mee te maken dat ik veel minder zichtbaar met SharePoint bezig ben. Ik bedoel, je maakt gebruik van OneDrive voor Business en dat uiteindelijk valt dat ook ergens op SharePoint, dat geloof ik allemaal wel. Maar voor de rest... Komt er ook dat dit voornamelijk binnen enterprises wordt gebruikt? Ja. Je hebt daar een blogpost over gebouwd, geschreven. En daar ga ik op die drie items. Nou, dus de
custom banner. Dus je kan de bovenkant, ik zie dat niet erg op dit plaatje, je kan die bovenkant kan je customizen en daar van alles dingen in stoppen. Mm-hmm. Dat er wat branding in de bovenkant van dat ding boven de lijst kan worden gestopt. Application customizen. Mm-hmm. Andere ding was de custom field rendering ding. Dat is op zich wel leuk, want je kan in dit geval iets als een voorbeeld zien van nee, ik heb hier een lijst, zo'n eigen SharePoint list, maar ik wil eigenlijk niet dat je daar als gebruiker wat relevante dingen ziet, zoals creditcardinformatie. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een blur rendering over je field customizer heen gooien. En dan worden je telefoonnummers en je creditcardinformatie kan je dan verstoppen. Of wat onleesbaar maken eigenlijk. Maar je kan er eigenlijk nog hele andere dingen ook mee doen. Maar dit vond ik wel een aardig voor. Cool. High sensitive list information. Kan je dan kleuren. Ja, die command set, wat ik eigenlijk net bedoelde, dat was eigenlijk meer de rechter muismenu klik. Dan kan je je eigen dingen tussen zetten. Oké. Okay. Als je een customization specifiek wil doen op dat list item, dan kan je die daar als menu item tussen zetten. En dan kan je je eigen toepassing ertussen hangen. Nou, dus eigenlijk is het allemaal een uitbreiding op je SharePoint framework. Het framework is dan met name bedoeld dat je alle losse items gewoon kan benaderen. Eigenlijk als onderdeel van de Microsoft Graph. Wat vroeger de Office Graph was. Ja, dat is nu breder getrokken. Heel kap tot de Microsoft Graph. Overigens hebben we daar op het SDN-event een sessie over. Daar komen we straks op terug. Spoiler. En toch over de Graph hebben. Dan hebben ze die ook geopen sourced. Kijk. De Explorer dan. Ja. De Explorer heeft net geopen sourced. Microsoft Graph zelf was al geopen sourced. Die kan je al op GitHub vinden. Ja, en dat ding, dat is eigenlijk is dat de tool om door die Microsoft Graph heen te kunnen bladeren. Dan kan je van contacten naar je weet wat allemaal nog meer. En omdat het nu de Microsoft Graph is. Kijk, daar is niet alleen maar de Office dingen uit halen, maar ook alle dingen uit Azure en noem het allemaal maar op. Oeh, dat wordt alleen maar mooier. Groter en groter. En als ze dat dan ook in de Cosmos DB hangen, hoe heet dat ding ook weer? Cosmo, de Document DB, de nieuwe versie van Document DB. Een globale database. Ja, Document DB, database. Nou, dan wat. Developer-achtige informatie. Steven Taub die heeft gekeken hoe het stond met de performance bij de .NET Core omgeving ten opzichte van de oude omgeving. Maar die heeft hier anderhalve kilometer blogpost heeft hij hier gemaakt. Jammer dat ik nu mijn hoe heet zo'n ding? Dat draaiding, hoe heet dat ding ook weer? Ja, je dial. Duim hier niet, die heb je hier echt wel nodig. Ik zet nu mijn wieltje scrollen. Even terug naar de... Kijk, ik ben nog niet eens halverwege hier. Maar die heeft voor al die verschillende items, heeft hij gekeken van collections, hoe die het doen. Nou, dus in de oude omgeving zat je dan ongeveer op deze getalletjes. En dan met .NET Core kom je bijna twee keer zo snel op. Maar er zijn ook... voorbeelden te noemen. Die niet zo goed zijn? Maar die juist heel goed zijn. Oh, oké. Okay. En ook garbage collections heeft hij bekeken. In volgende generaties wordt dat nou opgeruimd allemaal. En dat is een significante verbetering te zijn. Dan moet je maar eens op je gemak met je service dial doorheen dialen. In de show notes en op de website en op jouw blog. Toch? Ja. Nou, dan hebben we nog wat Google. Zijn geen Microsoft tent, hè? Niet alleen. Nee. Ja, Google die komt met zijn developer. Google.
En eigenlijk betekent dat, en dan kom je bij de gelijk door de volgende post uit, is dat de Android O API's final zijn. De Oreo. Ja, is dat, is de Oreo, is dat al definitief? Geen idee, maar de O werd genoemd dat het Oreo zou zijn. Wij moeten het toch verwachten. Dat is een gok van ons. Hè? Ja. Van bij Etienne Castel hoor je wel eerst. De preview, die is dus nu final, die Android O. Kijk. En die kan je dus zien in de developer preview 3. Ja, waarom die dan weer niet final is, dat niets meer. De hele buitentijd is nog niet helemaal final, kennelijk. Maar de API's wel. Ja. En dan moet je weer lid worden van de... Developers. Van. Dat zijn we toch, of niet? Ja, ja. Als je Xamarin doet, dan doe je dat, dan ben je dat bijna altijd. Ja, dus even lezen. Ook die link zullen we opnemen in de show notes. Heel goed. En dan komen we op een volgende hot item. Afgelopen week en de week ervoor heel veel in het nieuws gekomen. En de Bimba Central heeft er een mooie video van gemaakt. Van 5 minuten, 6 minuten. Oh ja. Over de TCL. Ja, dat zag er wel gaaf uit. Als je dan afvraagt wat het is, ik kan het zonder geluid doen... Wat daar het idee van is, is dat je de Windows Shell, zoals die gebruikt wordt in je grote Windows, die hebben ze schaalbaar gemaakt. Is dan ja. Nog even de reclame voor Windows Central te zo. Maar je ziet dus dat als je dat startmenu ziet, die je normaal op je desktop hebt, datzelfde ding kan je dus nu ook op je telefoon zien. En ziet er ook gewoon hetzelfde uit. Dus als je op de PC rechts klikt, dan krijg je dat nu een minuutje te zien. En als je dat op je telefoon dan gewoon indrukt, dan krijg je precies hetzelfde ding. Het idee is dus dat Windows gewoon, en dat past dan een beetje in het verhaaltje van de Always Connected Device, hè? Dat niet alleen de telefoon meer geconnect hoeft te worden, maar dat andersom ook op je grote PC moet kunnen. Dus dan kan je gewoon een LTE-connectie opzetten op je grote PC. Dus het lijkt er een beetje op dat grenzen vervagen. Nou, als je het videootje bekijkt, dan hoor je ook dat ze aankondigen dat Windows... Dat was eigenlijk in de video van Brett Sams. Die vertelde dat die Windows en ARM-devices... Ja, in Q4 worden verwacht bij Qualcomm. Tenminste, het gebruik van de Qualcomm 835 processor die dan in dat apparaat zou moeten zitten. Ja. En daar gaat mijn dilemma ook dus naar uit. Met de aankondiging van dit verhaal is van hoe lang gaat het dan nog duren voordat er een nieuwe Windows telefoon uitkomt? Ja, ja. Moeilijk, 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 moeilijk. Moet ik dan nee hoor, gewoon kiezen voor iets anders. Ik zie het gebeuren, Marcel. Dan bestel ik morgen die €900 Galaxy. En dan 2 weken later komt dan de aankondiging van Microsoft voor de holiday season. Nee, als dat al gebeurt, dan wordt die hooguit ergens in oktober gereleased. September, oktober, november. En dan ben jij nog op tijd. Pas heb ik toch 3 maanden goed gebruik kunnen maken van die Galaxy. Precies. Pixel, de One 5. Of wat is en dan kun je hem nog verkopen voor een leuk bedrag, hè? Nou, ik weet wel. Dan zijn er... Of je bent zoveel knocht, dan wil je er niet meer vanaf. Ja, dan heb je in ieder geval nog een alle apps beschikbaar. Die zijn er nog niet op Windows. Nee. Nee, want er gaan steeds meer apps gaan van Windows af. Hè? Er zijn al banken die hun apps niet meer op Windows supporten. Kijk, wat je hier ziet, dat is eigenlijk is dat een Continuum. Maar dan wel Continuum on steroids. Waarbij je eigenlijk toch alle features van je gewone desktop ook te zien krijgt. Mooi is dat, hè? Ja.
Ze komen zometeen ook met iets van Word of dingetje. Dat is op de oude Continuum is dat nog redelijk beperkt. Maar hier is hier ook Twitter gewoon schaalbaar, met een schaalbaar window. De huidige Continuums is dat volgens mij allemaal nog full window. Ja, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat het full window was. Dit is een keer om Apple weer een hak te zetten, hè, van, met hun split windows. Ja. Nou, verpissen. Ja. Het leuke is dan om hier dus een documentje Windows RT 8.1. Ja, dat is dan wel weer een beetje giller. Wat is het volgende nieuws? Maar dit had dus wel weer een impact in het nieuws. Dat want? Vandaag naar buiten gekomen. Dat de familie Intel, die vond dat helemaal weer minder. Dus die hebben gehint. Oh, ja. Potential patent infringement. Niet fringe van Breaking Bad. Ja, die dacht van die x86 emulatie. Kijk, daar hebben we die NDC Oslo weer. Ja, we zijn goede reclame aan het maken voor NDC Oslo. Met een rekening erop. Hoe heet het? Intel vindt eigenlijk dat die x86 emulatie toch wel een beetje van hun is. En zie je wat leuk. Dit is eigenlijk een slide uit de beeldpresentatie. Met uitgelegd hoe dat werkt. En Intel kwam dus met de melding van there have been reports that some companies try to emulate Intel's proprietary x86 ISA without Intel's authorization. Dus dat doet zeer, hè? Ja. Emulatie is geen nieuwe technologie. Nee, want het is en daar doelen ze natuurlijk op. En dat is van hun. Dat is namelijk hun technologie. En die is er al heel lang. Die gaat terug tot 10 jaar geleden. Waarbij de Intel x86 processor, was 40 jaar of zo ging dat feestje om. Ze hebben dit in een blogpost gedaan over de 40-jarige jubileum. Nou, Qualcomm heeft daar weer op gereageerd. Met de melding van de Intel respects intellectual property rights. En we expect others to do the same. Oh, er komt hier een nieuwe update, zie je. Nee, juni. Announced with Asus en HP en Lenovo. We found a blog post that one of our competitors published on 8 juni 8. Dat is eigenlijk Intel. Very interesting. We look forward to the launch of always connected Windows 10 PC powered by Qualcomm Snapdragon 835 mobile PC platform later this year. Location Computex 2007 in conjunction with Microsoft Snapdragon 835 mobile PC platform. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. En wat van vlucht dat gaat worden. En wat dat gaat betekenen voor het Windows platform in zijn geheel. Voordat we hier uitgegooid zijn met modder, dan ben ik wel weer aan een nieuwe telefoon toe, denk ik. Dus je kunt morgen of straks er best nog eventjes die S8 bestellen, hoor. Ja, dat denk ik. Nou, eens even bestellen dan. Niet dat de familie meekijkt, want dan... Komen ze het gebakje ophalen? Ja, dus dat was nog even een smakelijk stukje modder gooien. Ja, nou, hoort er ook bij. Zal alweer met een sisser aflopen. Zal alweer wat geld van de ene rekening naar de andere rekening gaan. En dan is het gedaan. Of een copyright regeltje toegevoegd. Dat heeft Google ook gedaan met Microsoft. Hè, die op de Android telefoons worden toch wel een smakelijk patent van Microsoft ook gebruikt. Ping, yeah. Nieuws. Dat patent van Microsoft gebruikt, nou, daar hebben ze ook wat uitgewist. Dan is bij Samsung ook, hè, op de Galaxy hebben ze wat deals gemaakt. Dat Samsung mag dan de patenten gebruiken van Microsoft. En als tegenprestatie doet Samsung dan
dingetjes voor installeren van OneDrive en Word en Office en dat soort leuke dingetjes. Ja, precies. Allemaal weer. Nou, dan hebben we nog wat, wat treurig nieuws. De graveyard categorie. Oh ja, docs. Docs.com. Als je daar vandaag naartoe gaat, dan krijg je daar zo'n mooie balk op te zien bovenin. Dat docs.com wordt op 15 december buiten gebruik gesteld en alle inhoud wordt verwijderd. En het gaat gewoon de bitterbak in. Hè? Gebruikte jij dat? Nou, ik heb er wel een, als ik hier inlog met mijn account, ik weet niet of ik dan dat even buiten het scherm doen. Andere informatie langskomen. Want daar staat jouw porno. Je porno-bibliotheek. Dat gaat gelijk. Kijk wat daar. Kijk even mee met z'n allen. Oh, je hebt er nog wat op staan ook. De presentatie staat erop, zie je dat? Ja, uit 2008 en 2007. Idee van docs.com. Holy moly. Eigenlijk een bestandsdeelsysteem van als ik een bijvoorbeeld inderdaad een presentatie heb die 2008, dat is ongeveer al 8 jaar geleden bij de SDN heb gedaan, dat je dat kan delen met jouw andere peers. Okay. Was er een beetje een probleem. Er waren wat mensen die hadden al dat concept niet helemaal begrepen en die gingen hier een Excel-bestandjes met hun wachtwoorden uploaden. Oeps. Dat was niet helemaal, conform het idee van de site. Want deze site is echt bedoeld om bestanden met anderen te delen. Terwijl je dingetje met wachtwoorden, die had je natuurlijk gewoon in een beveiligde omgeving op je OneDrive kunnen zetten. Ja. Dan hoor ik al heel veel deze andere mensen die van de niet op je OneDrive zetten. Maar we hebben een toeschouwer hier. Dag Joris. Kom ze ook wel binnen. Kom ze ook gebak brengen? Nee. Onderkoek. Hij kwam even langs om te controleren of ik er nog wel was. Onderkoek. Ja goed, als je dan op dat linkje drukt van meer informatie. En dit is dan een Nederlandse site, maar ik heb vanochtend de Engelse site gezegd. Wat dat betreft aardig is hier gewoon gelijk een Nederlandse ding van hebben gemaakt. Is dat wel op 15 december wordt echt de stekker eruit getrokken. Maar er zitten wat voorbeelden, hier een heel schema. 9 juni, het wordt niet langer meer ondersteund. 19 juni, dan als je een werk- of school-account hebt, dan wordt het automatisch gemigreerd naar je OneDrive voor bedrijven. Dus de betalende klant, die wordt hier toch wel weer even een streepje voor. Mm-hmm. Dan per 1 augustus kan je ook niks meer publiceren of bewerken. Daarna wordt het langzaam afgebouwd, 15 december. Maar nu ga jij dus je oude presentatie nog even downloaden dan? Nee, want ik heb natuurlijk een werk- of schoolaccount. Oh ja. Automatisch gemigreerd. Maar je ziet dus dat na 15 december dan, dan wordt de hele site wel stopgezet. En is de site niet meer beschikbaar, maar de koppelingen die zijn er dan nog wel. Maar die worden dan 15 mei gediscontinueerd. En dat is een hele handleiding met hoe verplaats je zelf dingen. Als je zelf geen OneDrive voor business hebt, dan moet je het zelf doen. Handleiding erbij van hoe dat kan doen. Ik vraag of het nuttig was. Ik zeg ja, verzenden. Als... Ja, required field, hè? Wel ja zeggen dan ook als je dat ja wil. Ja, wel een beetje fanisch. Wat is Fanny eigenlijk? Fanny die is bezig met de strategie van zijn werk. De volgende slide hebben we net besproken. Ja. Die hebben we ook gezien. Ja. Zijn we er al doorheen door het nieuws? Was dit al het nieuws? Even kijken of ik nog wat vergeten ben in de show notes. Ja, dit was al een beetje nieuws. Ja, er was nog wel een nieuwtje van, als je kijkt, van onze vriend van de show, Brian Harry, die is aan het hooien. Oh, want? Ja, dan moet ik even kijken waar het precies is.
Die had een mooie site. Kijk of dat kan vinden. Kleine. Ik ga er even iets van maken. Klein Harry blog. Die zit in zijn hooiperiode. Oh ja. En dan gaat hij ook wat dieper op in. Zoals de meeste mensen misschien niet weten, is dat bij een die gewoon een boer is. Zo ziet hij er ook wel uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar die zit dus midden in zijn hooiperiode op dit moment. Dus dan moet hij wat meer tijd besteden aan zijn boerderij. En hij zit gras aan het maaien. En dan legt hij uit dat in dat mooie plaatje hier, dat in de verte zien wat meer van die hooirollen. En hier ligt een hele eenzame. En dat heeft dan te maken met de periode van het oogsten van het gras. Hier heeft hij dat gedaan, maar toen heeft het ook geregend. Oh ja. Als een hooistuk gegaan en verrot. En er is nog maar één puntje overgebleven, die wel goed is. Nou, het is toch leuk om eens wat anders te horen van onze vriend van de show. Dan geen software, maar hooi. Deze week. Ja, dat is ergens wat anders. Zou je dat ook op GitHub kunnen downloaden? Hoi, dat is toch die postbode op NPO3? Hoi. En door. We zijn al bijna, sterk nog, we zijn al door uur heen en we hebben nog een event besproken. Ja. Dan. Afgelopen week zaten we in de events van, wat was het ook weer? Daar de WDC, die hebben we tot in de treur hebben besproken. Ja, DevSum is nu bezig. Daar in Stockholm, de DevSum. Ik heb wat op Twitter langs zien komen. Ja. Kijk, je kan erop klikken en dan gaan we niet doen. Cool. En als je daar niet bij geweest bent, dan heb je gewoon pech, want dan kan je ook niet meer registreren. Dus ja. Gaan we door naar de events van volgende week. GoTo-event. Conference in Amsterdam. 12, 13, 15. Dat is als ik even op mijn kalendertje klik, is dat 12, 13. Dat is maandag en dinsdag. Ja. Nou, ik weet niet of je nog kan registreren. Oh, het staat er zelfs onder 2 dagen en 10 uur. Kan je daar nog naartoe, gok ik. Registreren. En ook in diezelfde week. Data zijn. Dinsdag, denk ik. Ja, maandag en dinsdag. Het online event van Microsoft Data Insight Summit. En dat is eigenlijk het event van de databases. De database jongens. Data jongens. Kan je live volgen. Nou, hier hebben we net een heleboel reclame voor gemaakt. Is er ook volgende week? Andere dingen. Het volgende week is wel het topweekend van de events. 12 tot 16 juni. De hele week sessies en andere leuke. Ja, hier kijk ik zelf erg naar uit. Ja, E3 komende zondag is dat. Ik heb er eigenlijk de tijd voor dit. Komende zondag, hè? Dan heb je de keynote. De belangrijkste keynote. Want dan komt Microsoft. Keynote zondag? Ja. Dan heeft Microsoft haar Scorpio launch ding. Even in de gaten houden. Nou, wat hier verwacht wordt, is de Scorpio dus op zondag waarschijnlijk aangekondigd. En daarna een hele rits met games. Waarschijnlijk ondersteuning gaan krijgen. Ik heb iets gehoord dat de virtual reality dingen niet zo heel uitgebreid aan bod zullen komen. Qua Microsoft in dit geval. Nee, dat is niet waar ze daarvoor staan. Hoe de game dat gaat doen, dat weet ik niet. Dat zou ook kunnen worden opgepakt door de partners. Scorpio, dat wordt. Daar hebben ze nu de devbox hebben ze daarvan uitgeleverd, hè? Met dubbele, bijna dubbele specs dan de echte Scorpio box. Ja, ook de kleur is al uitgelekt. Ja, wit. En er zit een schermpje aan de voorkant. Ja. En op dat schermpje kunnen ze een aantal dingen laten zien, maar je kunt er dus ook apps op doen. Zo is er al een snake variant gemaakt voor dat schermpje.
En er, er is een dolfijnen variant. Maar dolfijnen schijnt heel erg belangrijk te zijn in de gamewereld. Ja. Daarmee kunnen ze namelijk aantonen hoe snel het is. Hoeveel frames. Wacht dan ook nog wel de Lemming-versie die omgekat wordt van de touchbar van Apple. Naar het ja, zoiets, ja. Heb je nog nieuwe toepassingen gezien eigenlijk voor de touchbar? Nee. Was dat nu leuk en daar is het bij gebleven? Ja, er zijn niet heel veel echte super toepassingen. Heb ik nog niet gezien. Anders dan de echte apps. De echte applicaties. Hè? Office maakt volledig gebruik van de touchbar op de Mac. Ja, zijn die voor de touchbar toegevoegd aan hun ja. Office? Het enige is dat Visual Studio voor Mac maakt dan weer geen gebruik van de touchbar. Ja, die is ook net nieuw, hè? Dus dat moet allemaal niet komen. Maakt niet uit. Zelfs met de dial. Maakt niet uit. Doe het niet. Apple die pesten, dat kan ook. Ja, dat kan ook, ja. Nee, want ze zijn er toch wat diep ingegaan, hoor. Die voor de Mac. Simmering. En na volgende week, dan hebben we een belangrijk event op vrijdag, hè? Na volgende week, de 17e. Oh ja, dan is de Global DevOps Bootcamp. De Global DevOps Bootcamp. Wereldwijd, meerdere events, allemaal over hetzelfde. Ja, dat is die herrie waar onze vriend van de show, Marcel de Vries. Onder andere, ja. Onder andere, met een Xperit jongen. En we leuke dingen doen. Schrijf als het leuk vindt. Als je meer in het vlak zit van onze eerste nieuwsitems. Van de SharePoint en andere dingen. Dan hebben we daar de 3 dagen Office 365 skill building en networking events. Met meer dan 31 Microsoft MVP's. Ik ga er ook één dagje, denk ik. Ik ga er ook, denk ik, heen. Zullen we wat nieuwe dingen op steken? Ik denk op woensdag of zo. Workshop? Nee, de workshop is op dinsdag, geloof ik. Ja, want wat is de datum nog weer? 19 tot en met 22. Dat is een de eerste 4 dagen van de week. Maandag tot en met donderdag. Donderdag. Dat is goed, want op vrijdag hebben we een SDN-event. Wat zeg je? Die begint. Ze beginnen met de workshopdag, 19e, en daarna boeken de sessies los. Ja. Die kan je apart voor boeken als je denkt van nou die sessies die kunnen we allemaal stoken waar de zon niet schijnt. Dan kan je toch heen om een van de workshopdagen te kiezen. Er zitten wel een paar leuke dingen tussen, moet ik zeggen. Ik ben geneigd om een workshopje mee te pikken. Nou, genoeg van dat. Ja. Je kan nog registreren, gok ik, ergens. Registreren. Ja, knopjes. Bestaat er nog, dus dat zal wel goed komen. Ja, Google, Cloud, Next. 11 dagen. De week daarna, op de woensdag, in Kromhout Hall. Oh ja. 11 dagen. 16 uur. Ja, dat duurt nog zo lang. Daar komen we volgende week nog een keer op terug. Maar een belangrijk ander evenement. Je noemde het al even. Dat is trouwens de week daarna. Nee, dat is in de week van die SharePoint-conferentie. Dan hebben wij dat ook. Die Google is ook in die week. En de 21ste is dat Google. En de 23ste is SDN-event. Er is nog plaats, je kunt je nog inschrijven. Vooral doen. Leuk. Het SDN-event deze keer. Grote keynote met onze vriend. Richard Campbell. Vriend van de show. Vriend van de SDN-events. Die is al vaker geweest samen met zijn collega van Rox, jongens. Ja. Carl Franklin die gaat zelf niet komen, denk ik. Nee. Nou, die af en toe haat het wel eens in zijn hoofd, dan zegt hij gewoon niks, maar dan komt hij toch. Dus dat zou zomaar ook nog wel kunnen, maar we gaan uit van niet.
Ik heb niks gehoord, dus... Je mag hier op schoot zitten bij Richard Campbell in het vliegtuig. Nou... Gaat wat makkelijker dan vroeger. Maar er zijn nog plaatsen en vooral inschrijven. En dan is buiten dat het een mooie dag is met veel sessies, met veel kennissessies. Zoals onder andere Brede Gaster, onze vriend van de show, Microsofter. Is het natuurlijk ook de plek en de ontmoetingsplek om met je peers te praten over allerlei nieuwe technologieën of kennis te delen of te netwerken. En misschien is dat nog wel het belangrijkste van het hele SDN-event. Je pakt eerst eventjes de keynote met Richard mee en daarna discussieer je tijdens de sessies over de onderwerpen die daar besproken worden. Want je hoeft natuurlijk niet per se de sessies te doen. Je kan gewoon in de tussentijd, want dat zien we de laatste tijd ook al vaker, dat mensen gewoon zeggen van, joh, dus daar een sessietje over. En ik ga het lekker met mijn ontwikkelcollega uit bedrijf XYZ praten. Ja. Met leuke dingen, een stukje acquisitie van die jongens er tussendoor. Absoluut. Nou, praten mag altijd. Horizon verbreden, is altijd goed. Precies. Nou, de sessies die er, of de sessies, de evenementen die daarna komen, die gaan we gewoon volgende. Ja. En doen we donderdag voor het event nog een SDN-cast? Ja, het hangt natuurlijk wel een beetje vanaf of ik naar die Office 365 gates daar vastgeprikt in. Anders kan misschien daar nog vandaan. Ja. Gaan we wel even kijken. Denk ja. Ja. London City. Dat is misschien een gevoelig punt na de verkiezingsdag van vandaag. You never know. Daar niet over hebben. Dat hadden we helemaal niet. May the force be with you. Zijn we er doorheen of niet? Nee, want we hebben natuurlijk nog de swag van de week, hè? Oeh, wat voor swag heb je deze keer? Wat voor zooi heb je deze keer? Ik moest even graven in mijn geheugen, maar ik wist niet of we hem al gehad hadden, maar ik dacht het niet. Doosje pillen. Van Azure. Azure Cat, nee. Advisory Team. Daar hebben we nog niet aan. En dat is een doosje pillen. Maar dat zijn eigenlijk gewoon, oh, ze zijn wel een beetje doorzichtig op mijn Ze zijn groen. Ik heb ze schudden. Er komen alleen nog maar meer groene naar boven. En wanneer heb je die gekregen? Op beeld. Oh, dit jaar? Ja. Ja, ik kan ze nog opeten. Ik kan het ook bewijzen. Ik kan er gewoon eentje pakken. En dan, ja. Kan ze eigenlijk... Nou, zijn het wel pillen, dus ik weet niet wat de uitwerking gaat zijn hiervan. Stuiteren zometeen. Maar dat was leuk, want die... Je krijgt ineens een eenhoorn, Maarten. Ik ben er nou hier mee bezig. Met snorharen. Maar het was wel leuk, want ze hadden op die stand, die jongens van Azure, die stonden er allemaal met zo'n laboratoriumjas, hadden ze er allemaal aan. Ze waren allemaal doktoren van de show. En die... oh, er staat ook nog wat op. Het is echt ook een kinderslot. Oh ja, ja. Most IT. En die, daar kon je dus wat technische vragen aan die jongens stellen. En dan kon je daar geholpen worden. Ja, niet geholpen zoals een huisdier, maar iets anders. Ja, precies. Ze zijn heel vrij technisch en heel technisch zelfs. Vriend van de show, vriend van de SDN, Michiel, die is daar werkzaam. In dat team. Van, hoe heet dat... Van het kat. Van het Azure Cat team. Oké. Okay. Ja, de conference hall van beeld was deze keer een klein beetje anders. Je had wel weer de, hoe heet die dingen, al die shows, sessies van 20 minuten tussendoor daar. Mm-hmm. Maar ze hadden deze keer wat meer praktijk stands staan. Om... de HoloLens bijvoorbeeld te kunnen ervaren en dat soort dingen. Oké. Okay. En dat... oh ja, oké. Praktijk dingen. Ja.
Goede informatie, hè? Dat hoor je zo hoor. Ja, sorry. Nou, ik moest even tussendoor mijn mond leeg maken. Schrikken. Hey, overigens, als je op de SDN-event komt, dan krijg je zo'n soort vezeldoekje, maar dan met SDN-materiaal erop. Wat is het dan? Zo'n brillendoekje. En dan op dat brillendoekje staat dan specifieke SDN-informatie. Is dan verkrijgbaar. Heb je daar de sessie-informatie op dan? Nee, dat dan niet. Maar het is wel heel interessant om dat ding te komen halen. Wel een leuk idee voor een van de volgende keer. Gewoon de sessielijst op dat ding te printen. Ja, ja, dat is wat duur, geloof ik. En wij als SDN'ers hebben allemaal een nieuw t-shirt, als het goed is. Echt? We gaan een nieuwe branding in. Nou, we hebben dan een ander shirt aan. Dat doet me gelijk herinneren dat ik ook de branding van onze site moet aanpassen. Ja. Dan gaan we ook live natuurlijk met de nieuwe branding van dat geheel. Heel goed. En wou nog wat zeggen? Maar ik weet het even niet meer. Dan zal het wel gelogen zijn. Dat is er nergens over. Ja, wel, want ik vroeg me af of we nog een prijswinnaar hadden van onze SDN-kast van vorige week. Ik heb nog niks gezien. Een gratis kaartje voor de SDN-event. Nee, heb ik nog niet gezien. Heb ik ook niet gecontroleerd, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik had wel gecontroleerd. Er stond namelijk niks. Nou. Ik dacht tenminste niet. Ik zal het even kijken. Ik zal het even kijken of ik het kan vinden. Momentje. Ja, het verhaal was dat je een gratis... De eerste die een gratis... die een kreet op de commentaren ging plakken. Ja. Ik kreeg dan gratis toegang tot het SDN-event. Nou, leden zijn dat... die hebben sowieso gratis toegang. Maar mocht je nou geen lid zijn, dan is dat een aardige uitdaging. Ja, maar ik heb ook gezegd dat als je je inschrijft met SDN-cast in de commentaren, dan krijg je ook gratis toegang. Ja. Nou, dat heb ik nog niet gezien. Volgens mij ook niet. Dus dat is voor ons is dat heel gunstig. Want ja. We kunnen dat nog een weekje verlengen. Vind ik goed, ja. Gaan we doen. Nou, we zijn weer ernstig uit de tijd gelopen. Ja, ook dat leren wij niet. Dat we over in onze 120ste aflevering, waar we het in het begin van de show over hebben gehad, dat we dan een 2-uur show zijn. Ja. Yeah. Want we vergeten wel iedere keer de demo's, hè? Ja. De demo's toe. Nou ja, volgende keer hebben we weer wel een demo. Zullen we dat afspreken? Ja, we zien wat de strategie was en daar een demo van geven. Precies. Nou, ik zeg genoeg voor deze week. Toedeledoki. Wanneer zijn we er weer? Volgende week, hè? Volgende week donderdag dan. Kijken of dat gaat lukken. Want we zijn wel weer een beetje van de vreemde dagen, hè, de laatste tijd. Ja, maar dat komt per ongeluk zo. Niks aan te doen. Jij moest gisteren met je baas eten. Ja. Ja. Hoewel, dat is wel goed voor de carrière dan. Precies. Heb jij ook eens een keer op jouw leeftijd carrière, hè? Ik hoorde wel van collega's, die hadden ook gekeken naar de televisieuitzending van ons. Ik noemde dat een televisieuitzending. Oh, ja. Dus dat is dan toch wel grappig. Had ze niet verteld dat we die deden. Nee? Nee. Ja. Gaat toch ook door de wandelgangen. Kijk, dat is goed. Nou, nog een keer... Toedeledokie, tot de volgende week. Volgende week en we zien jullie dan weer.